Oets Westerhof is de nieuwe directeur van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Hij volgt bestuurlijk directeur Jocko Eijsen op. Westerhof heeft zijn sporen verdiend in allerlei culturele instellingen in en buiten Friesland. Hij lijkt een logische keus om Leeuwarden naar de definitieve verkiezing tot Europese culturele hoofdstad te begeleiden en te stimuleren. Dit is een fantastische uitdaging van Zelse. Ik bedoel, van Friesland zo'n stap meidje kennen en gaan voor de Haardpriest, dat is natuurlijk een geweldige uitdaging. Dus daar heb ik heel veel nog aan. Ja. Hier in die feesttent was het vrijdag voor ons allemaal en daar ging je naam al rond en werd er gezegd, hij is de logische keus. Ja, nou ja, dat is altijd moeilijk om dat van jezelf te zeggen, vanzelf, dat je de logische keus bent. Maar ik denk dat de Haardstedt-organisatie had nou iemand nodig die het een landelijk netwerk in de cultuursector had. En die het ondervinding had bij het aansturen van projecten als dit. En ja, die ondervinding had ik al rond de jaren opgebouwd. Waarom is het nodig om nu vanuit die ambtelijke directie over te gaan naar een culturele directie? Nou, omdat we op dit moment met heel veel support verdienen op landelijk niveau en op Europees niveau. Dus we moeten aan de ene kant in de organisatie mensen behelden die tjenlitten dat ze in Europa mij kennen. En aan de andere kant mensen die het in het land al een naam hebben. Terwijl we in de oorronde periode het heel sterk verdienen moesten in draagvlak in Friesland. En in draagvlak in de ambtelijke en bestuurlijke politiek. Dus het is een verschoving van het schaakbord. Moet nou het hele bidboek opnieuw geschreven worden? Ja. Vanzelfs binnen er een hele grote onderdelen die hetzelfde blijven kennen. Daar hoeven we niks meer om te dwan. Maar wat mijn naam een sterke driemat, dat is de geerwerkingsverbanden die we hebben in Europa. En wat we dwarmaten, dat is dat we een protte artiesten, kunstenaars uit heel Europa onis binnen. Nou, en er zit een aantal aanbevelings van de jury in bij het bidboek waarvan ze zeggen van nou, dat moet we eigenlijk nog wat meer uitwerken. Dus aan de ene kant maakt het simpeler, eenvoudiger. En aan de andere kant maakt het juist complexer en meer trotocht worden. En daar moet we nog energie in steken. En niet zo'n klein beetje ook, lijkt me. Nee, dat is even hurry up. Een van uw adviseurs die zei van tot nota hebben we mij 80 door de bebouwde kom rieden. En nou maar voor mij 120 door de bebouwde kom. Dat is een beetje het gevoel. Dus het moet even in een heel straf tempo. Maar ja, dat is eigenlijk de uitdaging ervan vanzelf. Hoe moet het er hier bijvoorbeeld in 2018 uitzien? Nou, ik vind dat dit een geweldig mooie locatie is. Weet je een heel mooi cultureel centrum van Meidje kennen. En in 2018, naar mijn uitzoeging, is dit het centrale hoofdkwartier. En dat betekent dat een hele grote nationaliteiten hier aan het werkwijze zullen in 2018.